Aan een lange periode van onzekerheid voor oud-werknemers van Smit is vanmiddag een einde gekomen. De angst dat zij er volgend jaar 13% op achteruit zouden gaan, is door de hoogste baas van Boscalis in één klap weggenomen. Wij stellen voor een vrijwillige, eenmalige storting in het fonds te doen. En dat zal gaan om een bedrag van circa 30 miljoen euro. De vraag is vooral waarom dit nieuws nu naar buiten komt. Is het omdat er een rechtszaak aan zat te komen? Nee, zegt Boscalis. Ze wilde het pensioen al meteen bij de overname van Smit aanvullen. Het geld was daarom al gereserveerd. 2010 moet voor het jarige Boscalis vooral een jaar zonder dieptepunten zijn. En dat zou voor ons onacceptabel zijn dat in een jaar waarin we ons 100 jaar bestaan vieren, een jaar zoals wij vanmorgen bekendgemaakt hebben, wij een recordwinst van 290 miljoen. Bekendmaken dat we in datzelfde jaar onze nieuwe collega's in de kou zouden laten staan. Het woord is nu aan de pensioenfondsen zelf en hun deelnemers. Accepteren zij dit gebaar? Morgen spreekt het bestuur met de deelnemers daarover. Nou, het leek ons vandaag een goed moment om dan te zeggen: wij willen een concreet voorstel doen, dit op tafel leggen en dan kan het morgen ook door het bestuur met de deelnemers besproken worden.